Ja, het is een spannende dag voor mij. Eindelijk komt dat monument. Het heeft lang geduurd. Jacqueline van Maarsen, de hartvriendin van Anne Frank, legt vandaag de eerste steen van het Holocaustmonument. Een grote eer, maar ook een beetje een toevalligheid, zegt ze, die ze aan Anne zelf te danken heeft. Toevallig, omdat ik een groot bedrag heb overgemaakt wat eigenlijk van Anne Frank was. Ik zag het niet als geld wat ik zelf doneerde. U zegt het was van Anne Frank. Hoe kwam u eraan dan? Dat gedichtje had Anne Frank in de poëziealbum van mijn zuster geschreven. En mijn zuster gaf er niet zoveel om. Die heeft het in de tijd aan mij gegeven. En toen dacht ik opeens, ik ben benieuwd wat het briefje opbrengt. Dus ik ging dat veilen en toen leek het opeens heel wat meer te zijn. Wat was ze eigenlijk voor iemand? Levendig. Eerlijk. Gezellig. Nieuwsgierig. Het was meteen een reuze innige vriendschap en we konden erg goed met elkaar opschieten. Ja. We deden altijd bezig met elkaar dingen doen. We praten veel samen, we lazen zelf de boeken. En overal praten we over. En Anne was heel nieuwsgierig, wilde van alles weten. En tegelijkertijd was ik weer erg gesloten, dus het was moeilijk voor haar soms. Het valt wel uit elkaar, hè? Het ligt uit elkaar terwijl ik boekbindster ben, eigenlijk. Nu ben ik schrijfster geworden, maar ik was eigenlijk een boekbindster. Dat kan je hier wel aan zien. Er komen een heleboel namen in dat monument. Zitten daar mensen bij die u kent? Ja, mijn eigen nichtjes en mijn ooms en tantes. En kinderen, ook meisjes die bij poëziealbum staan, waarvan ik weet dat ze ook op dezelfde manier zijn omgekomen. Wat betekent het dat het er nu eindelijk is? Ik vind het heel belangrijk. Heel belangrijk. Al die mensen daar nu op staan. Dat ze ook genoemd worden.